zijn in Haarlem voor de laatste wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap Sub 2015. De finale van de vier races vindt plaats op het Spanen. Super spannend met z'n vieren vanaf het begin. En nou ja, vechten om de eerste plaats. Hè. En uiteindelijk, de laatste 10 meter, daar draait het om. Dus die in de pocket. Goeie race. Ik ben eindelijk Nederlands kampioen geworden. Dat was een brute race. We waren met z'n vieren. Twee keer gezwommen helaas. En daardoor heb ik niet mijn plek behaald vandaag die ik zou willen. Maar overal ben ik Nederlands kampioen. En ja, met deze toppers is het super zwaar. Na 5 jaar hard werk is het eindelijk gelukt. En nu is het tijd om het te behouden. Woe! Het deel was prima, dat was goed te doen. Het tweede deel, dat werd een stuk zwaarder. Daarvoor de wind, het was warm. Het hoekje omging, het laatste stuk. Toen kreeg ik weer een beetje lucht. Dus ik kon nog een klein beetje versnellen en aanzetten. De wind zal wat dichterbij komen. Dat gaf een beetje moed. Ja, het was een mooie race. Het was spannend.